Meneer Trump, het is uw eerste bezoek aan de EU als president. Ontdek de mooie kanten van Europa met deze reisgids. Boordevol tips om het meeste uit uw bezoek te halen. Een bestemming is immers nooit alleen een plaats, maar ook een manier om anders tegen dingen aan te kijken. Kunt u zich nog herinneren dat u België een prachtige stad noemde? Het is natuurlijk een land, gelegen aan de Noordzee. Het kloppende hart van de Europese instellingen. In maart organiseerde België, samen met onder andere Nederland, de She Decides-conferentie om geld op te halen tegen de Global Gag Rule. Gaat er een belletje rinkelen? Landen beloofden miljoenen voor het beschermen van reproductieve rechten en de gezondheid van vrouwen, nadat de VS subsidie van Amerikaanse organisaties verbood. Italië. Dit mediterrane land zal je verbazen en niet alleen vanwege het zonnige klimaat, mooie kusten en het rijke landschap. Verlaat de gebaande paden en kom naar Riace. Een dorpje in het zuiden van Italië. Het dorp slaagde erin om de gemeenschap nieuw leven in te blazen door zijn deuren te openen voor vluchtelingen en ze te helpen bij het zoeken naar onderdak en naar werk. Zoals andere landen worstelt ook Italië met migratie, maar Riace vertelt een ander verhaal. Steek het kanaal over en u komt terecht op de Britse eilanden. Geloof het of niet, maar in april was de hele energievoorziening van het land 24 uur lang steenkoolvrij. Dat is de eerste keer sinds de industriële revolutie. Toegegeven, hun klimaatbeleid is verre van ideaal. Maar ze zijn op zijn minst van plan om de laatste kolencentrale voor 2025 te sluiten. Om over na te denken. President Trump, zou het niet iets zijn om uw speciale relatie met het Verenigd Koninkrijk uit te breiden naar een gezamenlijke war on coal? In het noorden van Europa ligt het Scandinavische land Zweden. Staat zeker op onze lijst met top Trump-bestemmingen. Want het is een baken van vooruitgang op klimaatbeleid. In februari nam het land een historische klimaatwet aan die het land verplicht om voor 2045 CO2-neutraal te worden. Neem uw tijd in Zweden. Een bezoekje aan de sauna is een ideale manier om te ontspannen en om na te denken over de impact van klimaatverandering. U heeft een flinke trip gemaakt, president Trump. Nu uw reis eindigt en u zich klaarmaakt om naar huis te gaan, bent u het niet met ons eens dat reizen uw blik verruimt?